Ja, hallo jongens. Het is hier al wat later in de middag op het, bij de ijsbaan. Het is best wel een beetje koud, maar nog steeds heel erg gezellig. Veel ijsdrukte. Het loopt bij de voedselbank ontzettend goed. We hebben hiernaast 6 mensen die voortdurend bezig zijn met het leeghalen van wagentjes die in een aanhangwagen stoppen. En die aanhangwagen is bijna vol. Dus iedereen die nu nog spullen wil brengen voor de voedselbank, kan dat nu nog doen tot 1 uur of 10 vanavond. Wij blijven doorgaan. Dus kom, als je naar de winkel moet, neem nog even wat mee. Het thema is boterkaas en eieren. Dus het is heel fijn als u dat wil komen brengen. De burgemeester is net aan komen lopen. Welkom burgemeester. Ja, dankjewel. Wat leuk dat u er bent. U bent naar het Houten Huis gekomen. En waarom? Nou, omdat het natuurlijk een hele mooie actie is waar zoveel mensen aan meedoen. Met ook zo'n belangrijk doel, namelijk dat geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden. Maar natuurlijk ook wat we met de voedselbank doen. Ja, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat we iets lokaal hebben, maar dat we ook erg denken aan de wereld verderop. Dat daar ook veel leed is en dat we daar iets voor kunnen betekenen. En ik hoop dat er echt veel mensen zijn die een bijdrage willen leveren voor Serious Request om te zorgen dat dat werk ook gesteund wordt. Nou, we hebben alle reden om aan te nemen dat de mensen vandaag hun geefklier open hebben gezet. Want er gebeurt echt een hoop. Bij de voedselbanken loopt het goed. Het loopt goed bij de actie van Serious Request. En ik begreep dat u zelf ook nog iets bedacht had voor de actie. Ja, en als gemeente Houten willen we ook graag een bijdrage leveren. En dat zit zo, dat is een beetje een wat langer verhaal. Ik hoop dat het even kan. Ja hoor. We hebben eigenlijk een aantal jaren hebben wij internationaal beleid gehad binnen de gemeente Houten. Dat is allemaal ooit opgezet door wethouder Willy Waagmans. Dat is alweer 1 jaar of 10 geleden. Ja. Die was er heel erg voor gemotiveerd. Die deed er ook erg veel aan. Maar de gemeenteraad heeft een paar jaar geleden besloten om te stoppen met dat internationaal beleid. Maar 2014 is het laatste jaar waarin wij daarvoor nog wat middelen hebben. En dat richt zich er eigenlijk op dat wij bereid zijn om acties van Houtense inwoners die zich richten op het buitenland, om die te verdubbelen. Nou, en dat is wat we vandaag eigenlijk willen doen. Maar omdat we natuurlijk niet goed weten hoeveel er precies wordt opgebracht, hebben we gekeken naar wat er vorig jaar is opgebracht. Wauw! En dat bedrag, dat verdubbelen we dus. Nou ja, verdubbelen we niet, maar dan leggen we dan hetzelfde bedrag bij op voorhand. Dus de gemeente Houten, die wil graag bijdragen uit de pot internationaal beleid voor Serious Request, voor deze mooie actie. Wacht even, gaan we naar een climax toe werken? Want als ik het uit mijn hoofd deed, hoeveel was het vorig jaar? Ja, weet jij dat niet? Ja, ik weet het wel, maar ja, want u weet wat het is om het te verdubbelen. Ja. Maar ik vind toch dat u het moet zeggen. Goed uitgerekend, ja. Nou, vorig jaar is er ongeveer €3.000 opgebracht. Wauw. Dus dat komt nu. Ik zal het even tevoorschijn halen. Ik kan het ook meteen op de beelden. We pakt een plastic tas naar de camera. Ja, voor de camera. En dan komt het er zo uit. Wow, jongens. Fantastisch, fantastisch. Ja, dat is mooi. Applaus. Ja, dat is een indrukwekkend bedrag, burgemeester. Ik ben er stil van. Ja, dat is ook zo. Dit wordt natuurlijk opgebracht uiteindelijk door alle Houtense inwoners. Hè? Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja, Houtenaren bedankt. Ja, zo is het. Dus Houtenaren bedankt. En we vinden dit onderwerp, wat er van dit jaar ook op de kaart staat, dat geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden, vinden we zo ongelooflijk belangrijk dat we ook heel graag dit doen.